Donderdagavond kwamen de leden van de Jongerenadviesraad uit Tilburg-Noord op bezoek bij raadsleden in Stadskantoor 6. De jongeren waren namelijk nieuwsgierig naar hoe zo'n gemeenteraad eigenlijk werkt en hoe er over hun wijk gedacht wordt door de raadsleden. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Ik verwacht hier veel ideeën te halen en veel enthousiasme, want ik ben zelf ook heel enthousiast dat ik hier mag zijn. En de anderen natuurlijk ook. En ik hoop gewoon dat we samen ergens naartoe kunnen werken en echt actie kunnen ondernemen om echt dingen en verandering te maken en die impact heeft op iedereen en vooral op de jongeren. Omdat ik ben hier wel, zeg maar, ik sta hier wel voor de jongeren en ik hoop gewoon dat we dat kunnen bereiken met z'n allen. Diepe gesprekken, ook over hoe ze erover denken en wat ze ermee gaan doen. En ook veel vragen naar ons toe die wij dan kunnen beantwoorden. Vragen aan de jongeren, die waren er zeker. Maar ook andersom. Want wat vinden de raadsleden van Tilburg-Noord? Komen ze er wel eens? En waarom heeft de wijk last van een negatief imago? Volgens de jongeren en de aanwezige raadsleden zijn er namelijk nog veel Tilburgers die geen positief beeld van de wijk hebben. Terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig is. Er ontstonden interessante gesprekken, waaruit de raadsleden ook nog wat verbeterpunten voor zichzelf konden halen. Wat vanavond heel erg naar voren kwam, is dat er toch nog best wel een gat zit tussen de gemeenteraad en jongeren in Tilburg. Dus dat wij de jongeren nog niet altijd weten te vinden en de jongeren de gemeenteraad ook nog niet altijd weten te vinden. En het is heel belangrijk dat we dan op zo'n avond die brug een beetje kunnen slaan. En daarmee zijn we er nog lang niet, maar het is wel een eerste stapje. Het belangrijkste van deze avond is dat wij inleven met de jongeren. We zeggen altijd dat we jongerenparticipatie willen en we willen de jongeren beter bij betrekken. Maar ik vraag me af of we dat altijd op een goede manier doen. En vandaag vond ik het wel op een goede manier. In die zin dat de jongeren ruimte kregen, zonder grenzen, om te vertellen wat ze eigenlijk belangrijk vinden in hun wijk. En ik vond dat het belangrijkste van deze avond. Een van de signalen is, ik vind het heel belangrijk is, dat wij meer moeten communiceren richting scholen in. Van wat doen we als gemeenteraad? Wat voor functie heeft er nou? Zijn er mensen die er alleen maar in een kantoor zitten, allemaal heel moeilijk zitten doen? Of zijn er mensen die echt belangen kunnen verdedigen en opkomen voor de mensen? Nou, dat vind ik heerlijk. En ik vind de reactie van deze mensen vind ik heel erg leuk. Dat is gewoon, het gaat niet formeel, het gaat gewoon lekker met elkaar praten over zaken die alle twee heel belangrijk vinden. En des te leuker, denk ik. En ik heb er natuurlijk zelf 8 jaar gewoond. Ik heb ook ervaren wat het imago van Noord is. Ik ging in de stad naar school en daar vonden mensen toch altijd dat Noord, ja, dat was een slechte wijk. Hè. Daar kon je maar beter niet gaan wonen. Maar ja, ik heb ook zelf ervaren dat het maakt helemaal niet zo heel veel uit. Het verschilt helemaal niet meer zoveel van andere wijken. Er zijn natuurlijk wel wat stukken die slechter zijn dan andere delen van Tilburg. Maar daar moeten we ook juist op investeren. En volgens mij zijn we dat nou ook aan het doen. Na 2 uur met elkaar in gesprek te zijn geweest, gingen beide partijen met een goed gevoel uit elkaar. 1 concrete afspraak is er in ieder geval al gemaakt. De jongerenraad gaat de gemeenteraad helpen met haar Instagram-account. Zijn er 1000 volgers binnen 3 weken, dan trakteren de raadsleden de jongeren op een kapsalon. Maar het gesprek was ook op andere vlakken positief. Het was gewoon heel interessant om, die interactie was gewoon heel leuk en om te kijken van waar onze meningen nou veranderen en waar hun mening nou weer de andere kant op gaat en zo. En daarbij vind ik wel dat, zeg maar, door deze ontmoeting en door deze meeting hier, dat we echt een beetje gas erin hebben gezeten. En dat mensen echt, dat vanaf nu dat ze ook gaan denken van, we moeten echt iets doen. En morgen ga ik er gewoon echt aan beginnen. Dat is wel heel fijn dat we dat gevoel hebben gekregen, dat ze echt gewoon verder meegaan en echt dat ze echt naar ons wordt geluisterd. Dus dat is wel heel fijn. Ik vond het heel interessant. We hebben goede dingen gehoord. Maar zeker op het laatst was het heel veel dat ook heel veel aan ons werd toegedragen. Terwijl we ook echt kwamen voor vragen vanuit hun. Wat ik dus wel een beetje jammer vond, is dat we niet zelf veel vragen konden stellen. Omdat het ook heel veel aan ons werd gesteld. Waardoor het een beetje overkwam alsof het een beetje ontwijkte. Daardoor heb ik niet echt specifieke vragen kunnen stellen en ook echt specifiek antwoord kunnen krijgen. Maar ik vond het wel heel interessant om te weten over hoe we erover denken. En heb ik wel uiteindelijk toch onze zegje kunnen zeggen. Dat is ook wel belangrijk.